Goed, dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Kjelfin. En die gaat Kjelfin een nieuwe video Kjelfin maken. Ja! Ik ben nog steeds hier en ik heb een shirt aan waarbij het schijnt nogal door, laat ik het zo zeggen. En als je mijn tepels al had opgevallen, dan bij deze, iedereen had het waarschijnlijk al gezien. Dus er is geen reden om dat in de comments achter te laten. Goed, vandaag ga ik iets doen. Ik ben namelijk nogal welletjes van de quizjes en van de raadseltjes. En daarom dat ik vandaag het onmogelijke ga doen. Namelijk The Impossible Quiz. En The Impossible Quiz is eigenlijk de quiz die onmogelijk is. Een vrije vertaling van Impossible is onmogelijk, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. Ik heb dit volgens mij, toen ik heel klein was, ooit eens gedaan. Dit spelletje bestaat volgens mij al super lang. Maar het is dus de meest onmogelijke quiz die er bestaat. Begin. Oké, scheetgeluiden zijn aanwezig. Het is altijd fijn, het is altijd prettig. Hoppakee. How many holes in a polo? 2. Matty, wat is een polo? 1. Wat? 3. Oké. Okay. Oh, you're not gonna get me this time. 4. Goed zo. Can a matchbox? No, but a tin can. Oh, jammer. Inderdaad. Skurtkup. Answer this question backwards. Oké. Okay. Lekker. Hoppakee, zo doen we dat. Klik die answer. Dan moet je op die answer klikken. Ik weet het gewoon nog. Vroeger. Kelvin uit het verleden. Je was briljant. Ik weet het gewoon nog steeds. Put the mouse on here. Oké. Okay. Now, don't touch blue. Oh ja, nou gaan we eventjes uitzoomen. Ik moet namelijk... ik weet het gewoon nog. Dames en heren. Jullie denken waarschijnlijk dat ik dit spel van tevoren al helemaal heb gespeeld. En dat ik alles al weet. Nee. Ik heb letterlijk, denk ik, 8 jaar geleden dit spelletje gedaan. En ik weet gewoon nog steeds hoe het moet. We moeten hier onderlangs. Oh, ja hoor. Je weet het. Wortel van een onion. Carrot. Carrot? Oh, shit. Hoe gaat dit? Dit is een onion, wortel, 28. Fuck! Dit. Oké, we zijn weer bij vraag 6. Dan is er nog maar één over. Shallots. Het was gewoon, ik had... Vraag 7. The answer is really big. What is really big, huh? What the fuck is really big? I mean, answer. Really big. Dit was zo stom van mij. Waarschijnlijk heb je heel veel kijkers die nu denken, Jezus Kelvin, hoe heb je dit niet kunnen weten? Want waarschijnlijk is het allemaal really big. Of een elephant. Of oneindig. Jezus, ik ga gewoon really big. Kut! Een elephant. Ja hoor, Kelvin is wel level 8. Vraag 8. Search. Command F? Moet ik nou command F doen? Oh! Do not want? Yes! Oh, nice! Oké, Kelvin Boerma is bezig, jongens. We zijn bij vraag 9. Ik vind het oprecht een van de leukste quizjes die er bestaan. What was the answer to question 2? Oh. Ik weet het niet meer. This one? Oké, vraag 9. What was the answer to question 2? Nou heb ik net even gezien dat de vraag 2 was... Can a match box? No but a tin can. Dat betekent waarschijnlijk dat ik er geen fuck van snap. Nee, inderdaad, dat dacht ik al. What was the answer to question 2? 2? Oh, oké. Nou, goed. Ik heb maar gewoon wat geklikt. Blijkbaar was het deze. Choose food. Een oog. Hè? Stoel, pen. Wat is voedsel? Voedsel. Come on! Ik ga dan toch... Nee, dit kan ik niet. Ik kan dit niet. Kies voedsel. Dan gaan we voor een mond. Oh, shit. Fucking hell. Dat heb ik gewoon gedaan, dit. Hoppakee. Zijn we vraag 10? Ik ga... Oké, ik ga jullie nog... Oké, we gaan het gaan doen. Kelvin, focus. What follows December 2nd? What follows December... Second, December 3rd, een N, a question mark, 142 dwergen. Oké, ik denk dat het is of December 3rd of a question mark en ik denk dat het December 3rd. Daar gaan wij! Ik vind het ook fijn dat ze in dit spel gewoon even een overtuigend geluid hebben op het moment dat je vraag fout hebt. Bedankt voor het laten weten dat ik faal in het leven. A question mark. Ik durf er niet eens op te klikken! Oké. Oké, we zijn weer bij vraag 11, dames en heren. We doen dit gewoon. What follows December 2nd? Ik denk 142 weg. Dan is er nog maar één over. Hoppakee, de N. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat er een N achter de 2 stond, dat denk ik. Maar click on the smallest. Nou moet je natuurlijk op het woord smallest... Nee, dat denk ik niet. Wacht, ik weet het! Deze weet ik! Ik weet deze nog! En nu zullen we net zien dat het niet het goede antwoord is. Maar je moet op het puntje naast de 12 klikken. Oh nee, dat is helemaal niet te waar. Wacht, ik moet even, eventjes dit. Bang, bang, he shot me down. Nee, waarschijnlijk, nu weet ik hem wel. Waarschijnlijk moet je op het puntje boven de i. Inderdaad, Kelvin, ik had het toch een soort van goed. Goed.
Dat was het kleinste. Oh ja, Kelvin doet het gewoon even. What sound does a bell make? Whoop, ftang, froon, blip, blap, bloep, plang, oh, klang, boef, no, bref, fraf, 12,000, klak, kolo, askababble, de boel, wap. Nou, dat kan maar één goede antwoord zijn. I'm hurting, baby. I'm broken down. Dit raakt mij persoonlijk heel erg. Maar ik geef niet op. Ik geef niet op. Daar zijn we weer. Vraag 13, dames en heren. What sound does a bell make? Het geluid van een bel is ongeveer dit. Ping! Aight, ftang. Vraag 14. What can you put in a bucket to make it lighter? Oftewel, wat kun je in een emmer doen om het lichter te maken? Gypsies, oftewel zigeuners. Ik denk van niet. Torch, dat is een fakkel, een hole, een gat, canned laughter. Ik denk een hole, want als je een gat in een emmer doet, dan gaat het ongetwijfeld valt het water eruit. Niet dus. Oké, lekker. Oh, natuurlijk een torch, want dan is het... lichter, licht, vuur. Nee! Winnie. Het leuke aan deze vraag is ook dat ze toevallig bij de vraag waar ik geen fuck van snap, sorry no skipping neer hebben gezet. Nou, dat is helemaal fantastisch. Ik denk persoonlijk... Hé? Je kan op alle letters klikken. Fuck deze shit. Fuck deze shit. Onmogelijke vraag. Namelijk het paard. Nee, Winnie. Nee! Winnie! Curti... Oh, wacht. Ik ga wat proberen wat waarschijnlijk het meest voor de hand liggende ooit is. Wat ik volgens mij al in het begin dacht, maar het niet heb gedaan omdat ik denk dat het stom is. Ja, oké. Okay, ik denk dat ik exact weet wat we moeten doen. Ja hoor. Ja, ja. Dankjewel. What is the seventh letter of the alphabet? A, B, C, D, E, F, G. But it can't be so easy. It is too easy for me. Want waarschijnlijk als ik op een G druk, dan... dacht ik al. Oh, wacht. Hij werd heel eventjes groen. Ik zag dat hij heel even... Oh, de mallenrakker werd heel eventjes groen. Oké, okay, ik ben inmiddels weer aangekomen bij vraag 16. Ik ga de letter G inhouden. En nu? Matty! De H? What the fuck? A, B, C, D, E, F, G. Dit is gewoon... Ze zijn gewoon niet meer redelijk. Oké, okay, deze quiz is... Deze was tot nu toe... Was het een redelijke quiz. Hij was vrij onmogelijk, maar ze logen niet tegen me. Maar op het moment... Het zijn gewoon vieze leugenaars. Why the fuck you lying? 221 min 7 is dus is 17. De multiple choice. Ik heb hem al getackled trouwens. Ik zie hem al. Oh! Deze quiz denk ik dat ze mij kunnen pakken. Maar nee hoor. Dit is exact hetzelfde moment. Als net. Waarop ik zeker wist dat iets goed was. Terwijl het gewoon helemaal fout was. Ik denk dus 24 min 7 is 17. De antwoorden zijn 18, 2, 16.9331. Of walrus. Maar wat jullie niet weten. Toevallig linksbovenin het nummertje 17 staat. Van vraag 17. Inderdaad. Ik ben veel te druk bezig met die fucking pet van mij. Waarschijnlijk moet je dus op 17 klikken. Ja hoor, de man heeft het, de man heeft het. dit geeft me ook energie trouwens. Stop, man, huis, hamer. Stop, pots. Je gaat alles doen, je gaat de shit omdraaien, shit. My brain. Stop, moet ik niet gewoon stoppen met spelen? Misschien moet ik gewoon niks doen. Misschien moet ik gewoon... Hè? Fuck it, ik ga voor de banaan. Oké, dan ga ik deze... Ik ga deze skippen. Ik ga deze gewoon skippen. Ik heb er geen zin in. Lekker! Vraag goed. Color in the correct order. Boggy. Nou zie je daar B-O-G-G-Y staan. Nou, dan zal het ongetwijfeld niet zo zijn. Helemaal niet. Dat de B van blauw als eerste moet. De blue. Inderdaad. De O van orange. De G van green. Of van... Purple, pink, red. Twee keer groen. Nog een keer groen. Ja hoor. En de Y van yellow. Go. Ik ben er maar vraag 20, jongens. Ik weet niet hoeveel vragen deze quiz heeft, maar goed. Deal or no deal? We weten allemaal dat elk antwoord wat ik nu ga aanklikken, elke van de vier is een pure gok. Dus als dit hem nu wordt, dan word ik helemaal wild. En als het hem niet wordt, dan word ik helemaal niet wild, want dan was het vrij duidelijk. En toch ga ik voor de seal! Ja! Oké. Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, wat? Fuck! Shit! Nee! Ik was veel te blij!
Ik was veel te blij. Nou goed, als we doorgaan met deze quiz, dan wordt deze video veel te lang. En dat willen we allemaal niet. Dus ik hoor graag van jullie in de comments of jullie willen dat ik een deel 2 van deze video maak. En dan begin ik gewoon bij level 21. En dan zien we wel of ik het maak tot het einde. En als ik het niet maak, dan maak ik nog een video. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Bedankt voor het kijken. En ik vind jullie hartstikke leuke mensen. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. Abonneren. Love you. Tot volgende week dinsdag. Yo, vlog out. Het is goed dat jullie chillen, vind ik geen enkel probleem. Ik zou daar gewoon, gewoon niet heel graag tussen willen staan. Zo. Het gaat namelijk over deze foto. Inderdaad, het zijn weer Ellen DeGeneres en Jimmy.